bij een nieuwe video. Vandaag ga ik twee opleidingen met elkaar vergelijken. Namelijk bedrijfseconomie en accountancy. Ik zelf ben totaal niet van de financiële opleidingen. Daarom is het extra bizar dat ik dit ga doen. Er zijn namelijk veel studenten die twijfelen tussen bedrijfseconomie of accountancy. En vandaag ben ik er dus voor om te gaan kijken wat het verschil is. Eerst ga ik kijken hoe ver ik zelf kan komen. Dus schrijven op de computer. Oké, ik ben nu op een site van de HVA waarbij je opleidingen kan vergelijken. Dus ik ga nu aanklikken accountancy vergelijk. En dan ga ik naar bedrijfseconomie vergelijk. En dan vergelijk twee resultaten. Dus ik ga eventjes kijken waar ik nu de verschillen zie. Wat ik zie is dat je bij beide studies een studiekeuzecheck moet doen. Dus er is geen loting of selectie. Na allebei veel werkcolleges, hoorcolleges en zelfstudieprojecten. Nou, de studiebelasting is eigenlijk hetzelfde. Het heeft dezelfde eisen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, welke beroepsmogelijkheden heb je nou na je studie? Dus daar ga ik even naar kijken. Nou, bij accountancy zie ik staan assistant accountant, controller, auditor, accountant administratie, accountant, administratie, consulent. Dat moet je na je studie doen. En nu kijk ik bij bedrijfseconomie. Wow, daar staat echt heel erg veel eigenlijk. Assistant controller, dat stond ook bij die ander. Financieel consult. Junior accountant manager bij de bank. Medewerker financiële administratie. Boekhouder, financieel medewerker. Nog meer. Dus ik denk dat je bij accountancy toch echt veel meer bezig bent met een jaaropgave. En bij bedrijfseconomie krijg ik toch echt het idee dat je in een grote bedrijven ook kan werken. Als financieel economisch persoon. Nu weet ik niet zeker of je beeld klopt. Maar met dit beeld ga ik nu naar school om even te kijken hoe dat allemaal zit. Dus laten we gaan. En ik zit hier nu samen met een accountancy student en een bedrijfseconomie student. Accountancy heeft eigenlijk vooral te maken met de jaarrekening controleren of samenstellen. Nou, wat je eigenlijk vooral doet bij controleren is bijvoorbeeld een proces, risicoanalyse maken, je processen analyseren. Kijken of dit betrouwbaar genoeg is om je controle daarop te baseren. Bij bedrijfseconomie ga je vaak bedrijfseconomische vraagstukken oplossen. Zoals gaat de interne processen ga je optimaliseren. Het is vooral om te kijken van nou, hoeveel stuks heb ik nodig? Is het efficiënt? Gaat het om de productiviteit? Ja, zeker. Ik heb zeker getwijfeld. Want ik vind accountancy zelf vind ik ook erg leuk om te doen. Bij mij was het meer een overweging en afweging van mijn leeftijd. Want als je je bachelor hebt gehaald op het HBO van accountancy heb je nog steeds niet je titel. Je bent wel Bachelor of Science, maar je mag jezelf nog geen accountant noemen. Dat in tegenstelling tot bedrijfseconomie, als je je bachelor hebt gehaald, mag je jezelf wel een bedrijfseconoom noemen. Ik vind bedrijfseconomie heel erg leuk. Het is vooral heel breed. Dus je kan uiteindelijk, als je wilt doorstuderen, kan je goed de keuze maken welk vakgebied jij het leukst vindt binnen de bedrijfseconomie. Want je krijgt veel met budgetten opstellen, maar je krijgt ook vakken die accountancy gerelateerd zijn, zoals externe jaarverslaggeving. Ja, je kan eigenlijk, als je nog niet heel goed weet wat je wilt gaan doen, heb je heel veel verschillende beroepen. Wel is waar in de financiële sector, maar die je dan kan gaan uitoefenen. Accountancy is dus een externe beroep. En met accountancy dacht ik zeg maar meer inzicht te krijgen van meerdere bedrijven. Je leert meerdere bedrijven leer je kennen. Van al die bedrijven krijg je de cijfers te zien, waardoor je, ja, vind ik, het beste inzicht krijgt. Ja, maar accountancy toch wel wat interessanter door het externe beroep. Ja, deel. Als je klaar bent met je HBO, dan ben je dus assistent accountant, dus nog geen volwaardige accountant. Je moet doorstuderen naar een AA-accountant of een RA-accountant. Ja. Dan heb je dus je titel en dan mag je echt jezelf zeg maar een accountant noemen. Wij hebben wel zeg maar een vaste minor. Dus bij accountancy moet je accountancy zeg maar, of een accountantskantoor, iets wat met accountancy te maken hebben kiezen. Bij bedrijfseconomie heb je geen verplichte minor. Je kan heel veel verschillende minoren doen. Nou ja, over het algemeen, als je een financieel beroep kiest, moet je natuurlijk affiniteit hebben met cijfers. Dat is erg belangrijk. Maar je moet ook heel nauwkeurig te werk kunnen gaan. Je moet er ook wel van houden om rapporten te schrijven. Je moet al analytisch kunnen werken. Als accountant moet je heel zorgvuldig kunnen werken. Bij ons krijgen we heel veel mogelijkheden om kennis te maken met verschillende bedrijven. We gaan naar kantoren met de klas of er worden kleine kantorendagen geregeld op school. Ik denk als je gewoon een goede indruk achterlaat, dat je wel een stageplek achterlaat. In de derde loop je 5 maanden stage en een afstudeerstage in de vierde. Bij bedrijfseconomie is het wel heel erg aan jezelf om een stage te vinden, maar de opleiding organiseert ook bedrijvenmarkten. Dus je kan daar eventueel ook lekker gaan netwerken en je cv achterlaten. En als je ook inderdaad, wat jij net ook al zei, als je een beetje een goede indruk achterlaat,
laat, dan zou je er vaak ook wel een stageplek uit kunnen slepen. En dan ga ik nu nog even wat vragen aan de leraar. Mijn naam is Ezra Bakker. Ik ben coördinator van de snelle route van BE, de zogenaamde verstreek. En daarna ben ik ook gewoon docent. BE is als het ware bedrijfskunde plus. Mm-hmm. Ja. Je weet en veel van management en organisaties. En je weet veel van financiën. Als je accountancy kiest, dan weet je heel zeker dat jij die kant op wil. BE is breder, minder specifiek. En daar kun je later in je studie kun je duidelijker nog keuzes aanbrengen. Ja. Als je dus alsnog accountancy wil doen, dan kan dat ook bij BE. Maar ja, als jij al van tevoren weet, nee, ik wil heel graag die accountancy kant op. Dan is het verstandig om meteen voor accountancy te gaan. En het is niet als je bedrijfseconomie doet dat je dan later bijvoorbeeld informatie mist als je accountant wordt? Ja, op een aantal onderdelen heb je wel een achterstand. Okay. Maar als je bijvoorbeeld bij Pricewaterhouse aangenomen wordt, dan wordt daar gewoon vervolgopleiding gefinancierd. Okay. Goed, ik hoop dat jullie nu een duidelijk beeld hebben van wat het verschil nou eigenlijk is tussen de beide opleidingen. Laat hieronder in een reactie achter als je nu wel weet welke studie je gaat studeren, dus of bedrijfseconomie of accountancy. Klik hier om een video te kijken van Michelle over hoe je nou een goed cv opbouwt. En klik hier om te kijken hoe je aanmeldt voor de open avond. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Doei!